Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Haaglanden Huisdieren Crematorium en Relax Music for Animals and Humans. En in deze aflevering van Dierenambulance onder rood zit ik weer in de wagen bij Ricardo. En de eerste melding is een meeuw die niet meer kan vliegen op een sportveld bij een school. Dat de meeuw niet meer kon vliegen was al snel duidelijk, maar hij kon nog wel lopen als een kieviet, dus het wordt nog even moeilijk om hem te kunnen vangen. De enige manier om deze meeuw te vangen was hem te drijven naar een hoek. En gelukkig werden we daarmee geholpen door een leerling van deze school. Uiteindelijk liep de meeuw richting het doel en daar was hij natuurlijk makkelijk te vangen omdat hij daar niet meer weg kan lopen. En op het moment dat we hem vingen ging hij gelijk een stukje brood overgeven. Maar dat heeft een speciale reden. Waarom spacht hij er uit? Dit? Nou, dit is zoals je ziet, is dit een stuk brood. Op het moment dat een meeuw eigenlijk denkt van hey, ik ben in gevaar en ik wil wegkomen. Dan kan het zijn dat hij daardoor gaat overgeven. Dat is om te zorgen dat hij wat minder gewicht heeft. En dan kan hij dus sneller weer de lucht in. Maar deze heeft een gekneusde vleugel. Dus we gaan hem doorbrengen naar het vogelasiel. Dan gaan ze hem helemaal beter maken. Goed dat je hebt gebeld hoor. Hoe die hier nu terecht is gekomen blijft een beetje een raadsel. Waarschijnlijk heeft er ergens een hek opengestaan en is hij daardoor hier terecht gekomen. Want erin vliegen, dat heeft hij niet gedaan. Nee, maar hij liep daar op het pad. Ah, oké. En toen is hij... De jongens hebben hem gepakt en... Erin gezet. Ah, oké, hartstikke goed. Goed zo man, goed zo. Ik ga hem meenemen. Hartstikke bedankt. Hey, bedankt. En de meeuw die gaat dus met ons mee in de dierenambulance. En nu maar hopen dat hij weer snel genezen kan worden. Toen we inmiddels aankwamen in de auto bleek dat we alweer waren opgeroepen. En dat ging nu om een melding van een egeltje. Een vrouw had een egel namelijk gevonden en even nu bewaard in een doos in haar schuur. Goedendag de dierenambulance. Hij is sloom en toen was hij aan de, en is een beetje te bibberen en een beetje brandkrijg. Erg veel parasieten, erg veel vlooien. Ja, ik heb mijn bril niet. Dat hebben ze normaal ook wel hoor, maar ja, deze heeft er wel extreem veel moet ik zeggen. En hij is heel erg mager, dat voel ik wel. Maar hij liep zo slomig en er zaten van die grote meeuwen zaten erbij. Dus ik denk, oh. Dus ik ga doen, ik ga hem meenemen naar de egelopvang. En dan nemen ze hem even de observatie op en dan zullen ze ook iets aan de parasieten doen. En als hij eenmaal weer goed is, kan ze hem hier rustig uitzetten weer hoor. Ja, het adres dat geven wij altijd erbij door en dan maken ze zelf uiteindelijk de keuze of ze hem dan hier terugplaatsen of elders. En om te zorgen dat de egel niet onderkoeld raakt, wordt hij neergelegd op een handdoek waarin twee warme flessen met water. En op zijn hoofd krijgt hij een beetje krantenknipsels, zo voelt hij zich in ieder geval geborgen. En dan nu gelijk weer naar de volgende melding. En deze melding ging over een vogel met wel een hele lange snavel. En dat zal zeer zeker wel een houtsnip zijn. Dus je ziet is dit oog wat kleiner. Ja, precies. Dus hij is gewoon echt tegen het raam aangevlogen. Oké. Ik ga hem meenemen, hij krijgt... Bij het vogelasiel krijgt hij wat dexameters onder, dus tegen de zwelling. Ja. En dan zullen ze hem snel weer in vrijheid beslagen. Hartstikke goed. Hartstikke goed voor het bellen. Ja. Dank u wel. Nou, de jongens hebben ook goed geholpen. Hartstikke goed. Ja, ik zag hem als ernstig. Precies. En ik zag die meneer. Hem niet aangehouden. Ja. Helemaal goed. Goed gedaan. Dus de houtsnip hè, stond vroeger op de 100 gulden. Op tijd geleden. Maar die redt het wel hoor. Het gaat helemaal goed. En dat was wel weer heel positief nieuws over deze houtsnip. En onze volgende melding was opnieuw een egel. Hadden jullie hem gevonden? Een van de kinderen heeft hem op het speelveld gevonden. Ja. Elina. En een tijdje geleden is er ook al een egeltje hier gevonden. Oh, ja. En kijk, dit wat hij doet, hè, dat opbollen, dat is heel goed. Hè. Dat is eigenlijk zijn verweer, zijn afweer tegen vijanden. Ja, oké. Okay. En verder kan ik er nu niet zo gek veel aan zien. Jullie hadden hem op de dag gevonden, hè? Toen het nog licht was. Ja, toen een uur of... Ja.
4 was het denk ik, half 5? Ja, ja. Half 5 was het. Ik heb heel een mager, foto van dus die André Kruijff. Waarschijnlijk. Ja, die is wel een andere foto van die andere, ja. Kijk, het opbollen wat hij doet, dat is op zich een heel goed teken. Ja. Hij heeft wel hier een klein gezwelletje zitten. Zie je? Het kan absces waarschijnlijk, het kan door het vechten komen. Het is wel iets verzwakt. Meestal zie je ontzettend veel vlooien, maar dat zie ik bij deze eigenlijk niet. Oké. Ik ga hem meenemen naar de egelopvang. En die kunnen dan even ter observatie opnemen en kijken wat er verder mankeert. Wij brengen de egel dus zo snel mogelijk naar de opvang en dan zit onze dienst er voor vandaag weer op. Volgende week bij Dierenambulance onderhoud onder andere melding van een vastgevroren zwaan en een roodborstje wat helemaal onder de lijm zit. Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Haaglanden Huisdieren Crematorium en Relax Music for Animals and Humans.